In Gent is het rustig tijdens de mise en place. Iets te rustig, want het is al 11 uur en Maël en Stefanie zijn er nog niet. Ik was hier samen met Landeron en met Carmen om 9 uur vanochtend. Ik weet dat Maël en Stefanie vrij veel promo aan het maken zijn en aan het flyeren en wat weet ik. Ik weet niet wat ze zijn, ik kan ze niet berekenen. Dus, maar ja, ik denk, ik verwacht ze wel nog vandaag. Ik hoop het toch. Persoonlijk heb ik gewoon liefst, ja, het patroon onlangs toch even gewoon, of op zijn minst iets laten weten. Maar kijk, het zij zo, het is niet zo. Ja, ze pakt niet af en de mailbox zit vol, dus... Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben taxichauffeur. Ik zit aan je hemd. Ja. Ik heb gisteren een meisje gevoerd. Ja. En ze had haar telefoon vergeten in de taxi. Auto. En dat zou waarschijnlijk Maël of Stefanie geweest zijn. Wel, bedankt. Ik kan het aan u geven. Dank u wel. Hoe laat had je die telefoon gevonden? Rond 5 uur s'morgens, 4, 5 uur s'morgens. Vrij wel bedankt. Ik zal het wel er zeker zeggen. Alsjeblieft. Tot de volgende. Tot de volgende. Ja. We zullen dan verloren zijn en naar huis gegeven. En nu gaat hij af, zeker. Hallo, met Nico. Nee, wij zijn helaas reeds volzat. Hallo, met Nico. Wolf, goedemiddag. Tot genoegen, hè, mevrouw. Goedemiddag, daar. Hallo, goedemiddag, met Wolf. Ja, het is volledig volzat, Nico. Mevrouw, wij zijn volledig volzat. Tot dan maar. Wonderbaar. Goedemiddag, ja. Nee, een baan, ga ik gewoon zeggen, nee. Het is al gedaan, we zijn de lijn eruit. Nu maar eens even hier. Oei, ik heb een prongelijk afgeduwd.